Naar radio. Volgens mij is het. Hoi hey Bob. Martin. Zitten we niet in de sporthal? We zitten niet in de sporthal. Ja. Ja, wel, we zitten in de Seinpaal. Ja. Mooi trouwens, dat we weer in de Seinpaal mogen spelen. Ja, vind je dat mooi? Alleen de muziek is te hard. Ja. Dus voor deze opname is het belangrijk dat wij even in de kleedkamer staan. Oké, okay, oké. Okay. Hoezo belangrijk? Dat de muziek te hard is. Oh ja, oké. Okay. Nee, nou ja, ik zie je zo lachen. Weet je, er zit altijd iets achter bij jou, denk ik. Joop Viege was bij mij. Voor de uitleg, weet ja. je nog? Ja, 2 weken geleden. En de trainer van 1-0 heet Arthur Langendijk. Ja. En die zegt, mag ik ook? Nee, heeft hij het echt gevraagd? Ja. Nou, maar Arthur... Een vorm van jaloezie daar uit Drenthe. Denk het. Ja, Joop wel geweest. En ja. Ik zeg, ja, nee, dat klopt. Maar Joop, ik heb iets met Joop. En met jou heb ik helemaal niks. Met mij? Nou, met nee, Arthur bedoel je? Arthur, niet met mij, toch? Nee, met jou heb ik alles. Ja, ik word het tegen. Maar hij komt niet zo de deur binnenlopen? Nee. Oké. Okay. Ik heb Jan heb ik voor de deur gezet, dus het gaat allemaal goed komen. Jan Brak. Brak. Ja, daar komt echt iemand door. Dit is de huiskamer van Jan Brak hier, hè? Ja, er ligt hier heel wat historie hier, hè? Zo. Hoe lang zit hij hier, hoor? Hoe lang? 30? Jan, kom er eens even bij. Wel belangrijk even dit. Ja. Jan, we hebben het net over de huiskamer van Jan de Brak. Dat is toch dit? Dat is dit toch wel deze hal, hè? Ja, dat is deze, ja. Hoe lang... Mijn home is dit, man. Hoe lang ben je hier bezig? Ik ben hier al, nou, een aardig tijdje. Toch wel een jaar of 12, denk ik. Getallen, ja, 12. Je bijna 30, ja, zegt hij. Bijna 30 dus, hè? Slap 30. Ja, slap, nee. Jeetje, ja. Een jaar of 12. Ja, hier, ja. Maar jij bezorgt dit. Ja. Dag in, dag uit. Ja, elke dag. En jij houdt niet van Opperdam, hè? Jij houdt van de Seinpaal. Nee, daar zit Opperdam is veel gezelliger hier. Zo hard ligt hier, Bob. Ja, de schoolmeesters ken ik een beetje. Oké. Maar de Seinpaal zonder Brak? Nee, maar ik weet niet wat het is. Ik hou alles een beetje bij, hè. Dus als dat een beetje heel blijft, nog een jaar of 4. En dan gaat hij om. Dan gaat hij om? Ja, dan gaat hij om en dan stop ik ermee. Haal jij dan ook de laatste steen weg, Jan? Net als de eerste steen leggen. Ik gooi de laatste steen om. Joe, ja, dat vind ik wel leuk. Hij heeft ook de eerste steen gelegd. Ja, nee, dat bedoel ik. De eerste steen gelegd. Nou, iets zeg. Er was er wel bij met, Klaus, Prins Klaus. Die was hierbij? Ja, die was met de opening. Is niet eens goed mee afgelopen, hè, weet je. Ja, maar hij gaat wel later de fiets rond. Oké, nou dat scheelt weer. Ja, mooi, mooi. Nou, ja, dit is leuk. Jan Brak, Prins Klaus. Prins Klaus. Dat zijn even gewoon 2 namen die ik noem. We kunnen Jan ook Prins Jan noemen vanaf nu, hè? Prins Jan, ja. Prins Jan. Moet je zo'n YouTube hebben met zoveel erin. Dat is Prins Carnaval. Oh ja, dat is net iemand anders, Jan. Ja. Nou, maar leuk dat Jan er even bij komt. Ja, vind ik ook maar, leuk. Zonder gekheid op een stokje. Ja. Zonder gekheid op een stokje. Wij zitten natuurlijk in deze Sinterklaastijd te wachten op het misschien wel het woord in het Volendams dat een beetje met Sinterklaas te maken. Ik ben bijna krankzinnig geworden deze week. Wat dan? Ik moest niet alleen een woord, ik moest niet alleen een zin. Ja. Ik moest een heel A4'tje vol uit mijn hoofd leren. Een rijmpie? Hey, nee, Sinterklaas-rijmpie? Geen Sinterklaas-rijmpie, maar wel iets wat alles met Sinterklaas te maken heeft. En Volendam natuurlijk. Het moet Volendam zijn. Ja, ik... Maar ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Oké, nou ik ben heel benieuwd. Even concentreren. Ja, focus eventjes. Nou, 1 keer in het jaar heb je natuurlijk Sinterklaas. Ja. Daar hou je in dat je veel booskippie in huis moet hebben. Booskippie. Ja, booskippie. Ja, ik heb hem. En voordat je naar de Denen gaat, moet je even een boeskippielijstje maken. Ja. Nou, gaat het lopen. Ik heb hem door. En op het boeskippielijstje moet staan, Specula. Ja. Ken je dat? Ja, speculaas. Ja, lekker. Schuimpies. Schuimpies, ja. En niet te vergeten moppies. Moppies? Moppies? Ja, wat zijn moppies dan? Moppies zijn pepernoten. Oh, pepernoten, oké. Heb je hem? Ja, ik heb hem. Ja, ik leer jou van alles, hè, natuurlijk. Als ik nou naar Denen ga, kan ik een moppies halen. Nou, van die, je hebt ook van die sukkelaars Sinterklaasjes, ken je die ook? Sukkelaars Sinterklaasjes? Ja? Nee, heb ik vandaag nog niet gehad, maar ik ga morgen even kijken. Ook bij Duin. Ook bij Duin? Duin. Net zoals Bijst heb je ook Duin. Bijst? Ja. Duin. Jan, staan jij bent blij dat je het woordenboek bij de hand hebt, want ik ken af en toe corrigeren. Nou, je hebt dus van die chocolaars Sinterklaasjes en van die zwarte pietjes, hè? Die ken je wel. Ja. Gewoon kopen. Ja. En als je nog wat anders bij Duin ziet, gewoon meenemen. Oké. Dan heb ik die hele tekst, ben ik een week mee bezig geweest, die heb ik helemaal uit mijn hoofd geleerd.
Hoe vind je dat? Ja, ik vind het top. Ik heb alleen die idee. Nee, die kamer is. Wacht, even. Wat dan? Nou, geef even. Ja. Voor de mensen, is belangrijk. Ja, maar ik heb ik iets van je aan of zo? Nee, Bob. Nee! Nee, kijk nou! Hoe vind je hem? Ja, ik vind hem top. Bob, ik wist niet dat hij op mij zat. Heb jij dat zelf geregeld? Ja, nee, het is geen doen. Ik bedoel, woorden red ik, één zin red ik, maar ja. Het is een half A4'tje. Ik moet de namen noemen nu, hè, want wie heeft dit jou geprobeerd? Marissa. Nou, dat vind ik... Marissa, die is ook nog een mooi verhaal even over Marissa, kort, ja. Hè? Kan ja. Even kort, hè? Oh, dat kan best. Ja, we hebben pas 5 minuten, dus het kan makkelijk. Die knipt de lookalike van Jan Smit. Oh. Alleen ze vertrouwde mij dat hij niet op hem lijkt, alleen zijn haar. Dat knipt ze dan ook. Hij kan wel zingen, zoals Jan Smit dat kan. Hij kan ook niet zingen. Oh. Hij plast ook nog in zijn broek, zei ze. Nee. Ja. En hij wordt gebracht door zijn moeder. Dus ik vroeg, hoe oud is hij dan, weet je? 16, 15, 13. Ik dacht, een jaartje of 11, 12. Oh, plast in zijn broek. Ja, nou, ja. Net aan dan. Ja, inderdaad. Ja, ja. Knaap lijkt 20 te zijn. Nee. Ja, en hij houdt ook van niks. Disney films, toch? Hij is gek van Disney. Ja, hij is gek van Disney. Dus is het nou... Maar ik vroeg net even aan Marissa. Ja. Nee, niks geworden? Nee. Zo. Ja, nou, dan houden we het op, toch? Niks. Maar we moeten ook even op de wedstrijd terug. Ja, want we cirkeltje rond. Ik bedoel, Martin Vlijm zit hier nou toch in de kleedkamer bij. Die zit natuurlijk... Hé, Mart. Luister even goed mee, want Bob gaat het nu dus analyseren, hè? In het dialect? Nee, nou, gewoon nee, dat wij het ook kunnen verstaan. Oh, ja, ja, ja. Let op. Nou, Bob, Martin is er, dus ik zou zeggen... Nou ja, Martin begon net al even in de voorbespreking de groep duidelijk te maken dat 1-0 niet voor niks 1 punt achter ons staat. Ja. Dat die punten hebben ze niet gekregen, daar hebben ze voor moeten handballen. De strijd in het noorden tussen Hurry Up en 1-0 is altijd een aparte strijd. Ja, waarschijnlijk net zoals vanavond Quintus tegen Hellas een aparte strijd is. Ja. Hebben wij gedurende de laatste 2 wedstrijden het spelpeil teruggekregen en het plezier, ook heel belangrijk, wat we vorig jaar meerdere wedstrijden hebben laten zien. Ja. We hebben een fase gehad waarin dat gewoon niet aanwezig was. Ja, ja. En waarbij we ook zowel van Quintus als van Bevo weliswaar uit, maar verloren. Nou, nu zijn we compleet, de sfeer is goed, er wordt goed getraind. Hey, kijk, dat is gelukkig, dat is mooi. En het allerbelangrijkste is, als je denkt dat je weer kan handballen, dat je de motivatie en de concentratie vast weet te houden. Want 1-0 is wat dat betreft toch wel weer een graadmeter, vind ik. Ja, is het toch weer een wedstrijd waar het erom om gaat? Jongens als Huizing en jongens als Van Schie. Ja. En twee af en toe heel goed acterende keepers. Okay. Maakt zo'n ploeg dan toch weer lastig. Eén voordeel voor ons, maar pech voor de jarige Patrick Miedema, vandaag 21. Hey, kijk eens aan. Is dat hij met zijn grote teen in het gips zit. Jeetje. Tijdens het Nederlands team heb je die, maar dat hebben mensen waarschijnlijk wel gelezen, heb je zijn teen gebroken. Ja, als ze een beetje de handballerij volgen, dan weten ze dat. Maar hij is er wel, ik heb hem vandaag net gefeliciteerd, dus dat is wel leuk. En nee, ik hoop op een goede wedstrijd, maar wel een wedstrijd waarin we nou, vanaf de eerste seconde eigenlijk al geconcentreerd blijven en die dekking neerzetten. Ja. En niet zoals we de laatste tijd gedaan hebben, dan een kwartier pas een keer wakker worden of een busreis. Gewoon vanaf eerst, bam, er tegenaan. Of een busreis uit de been hebben geschud, maar dat we vanaf de eerste moment er tegenaan gaan. Nou, ik ben benieuwd. Ik bedoel, Martin, heb je me... Nou, ik ben het er helemaal met hem. Ben je er één? Ja? Ja, nog niet. Ah, top. En vergeet niet, heel Vallendam, naar Dijn. Dijn, ja. Schuimpjes, moppies en chocolade. Staat op mijn borst, ik kan nog steeds lezen. Ah, nee, nou weet ik het uit mijn hoofd. Hey, goeie wedstrijd! Mazzel! Op, nee, dus weekenden, ik. Dus dat kunnen we niet plaatsen. Nou, ik knip gewoon een minuut eerder. Oké. Okay. Heel veel dank.